Mr. Bean, het kan dus wel! En vandaag, op jullie verzoek, gaan we rijden als Mr. Bean. En daarvoor hebben we deze auto een beetje aangepast. Nou, dit is pas echt comfortabel, hoor. Gaat nooit, zie je dat? Zelfs als ik heb naar deze kant gestuurd. Nee, maar dit komt door jouw knoopmechanisme. Nee, kletskoek. Nee, dat gaat niet, want die draait er niet meer terug. Nee. Ja, dat touw rond het stuur, dat werkt niet echt goed. Dus we gaan een soort van katrol maken. Daar gebruiken we een velg voor, daar kunnen we het touw omheen wikkelen. En dan kunnen we meer slagen maken met het stuur om het touw te besturen. Zo, het verfblik koppelingsmechanisme. Ja, de verfblik, dat drukt dadelijk de koppeling in. Trekken we aan de touw en dan hoppa, en rijden. Ons verfblik past er niet meer tussen. Want die bezemstelen zitten in de pad. Dus ik denk dat het beter is misschien om een stok tegen de koppeling te maken. Die dan hier ergens tegen de stoel steunt. Die we er gewoon tussenuit kunnen trekken. Want dit is niet sterk genoeg. Dit wordt de ontkoppelstok. Hoppa! Ik heb een gat in worden, denk ik. Dit werkt! Wij hebben hier twee prachtige stelen. Dit is de gas, om. Deze is de rem. Om te sturen hebben we hier een vakkundig touw met katrol. Ja. En om weg te rijden hebben we hier een plank die tussen de koppeling wordt uitgetrokken. Laten we testen! Ja, ik vond het totaal niet eng. Ik had het gevoel dat ik alles onder controle had. Rijden als Mr. Bean. Het kan dus. Ik vond deze test wel een succes.